Hallo, ik ben Linda Kroonen van Spirituele Coaching. Fijn dat je er bent. Voordat ik ga beginnen, wil ik je vragen om een duim omhoog te geven, jezelf te abonneren en deze video te delen als je denkt, nou, dat zou ook wel eens voor die en die heel interessant kunnen zijn. Dankjewel. Help, mijn partner wordt beïnvloed door zwarte magie. Wat nu? In deze video vertel ik je wat je kunt doen en wat je niet kan doen. Oké? Ten eerste, waar het mee te maken heeft, is het volgende. En dit wil je niet horen. Jij kan niet zoveel doen, want het is het probleem van je partner. Je partner heeft last van die zwarte magie. Dat wil zeggen dat er iets in de energiesysteem van je partner niet oké is. Dat maakt het diens probleem. En dat maakt ook dat het niet jouw verantwoordelijkheid is om het op te lossen, maar dat het de verantwoordelijkheid is van je partner om het op te lossen. Dat maakt het zo fucking lastig als je te maken hebt met deze situatie. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik begrijp je volkomen en ik herken het ook. En toch zijn er wel een aantal dingen die je wel kan doen. Ook al kan je dus die zwarte magie niet stoppen, wat kan je dan wel doen? Je dient je partner aan te spreken op diens gedrag. Dat betekent dat jij je grenzen beter aan dient te geven. Als je grenzen worden overschreden, dan dien je dat bespreekbaar te maken. Uiteraard op een zo geweldloze manier en wijze, om te voorkomen dat er ruzie en confrontatie ontstaat. En toch is dat wat jij dient te doen. Je moet van mij weinig, maar als er iets is in zwarte magie in de relatie, is het bespreekbaar maken wat het gedrag van je partner met jou doet. Want daar gaat het om. Wat kan je dan vervolgens nog doen? Je dient jouw eigen emoties, die negatief zijn, omtrent deze hele situatie op te lossen. Dat kan je doen met verschillende technieken, bijvoorbeeld met Emotional Freedom Techniques, de techniek die ik iedereen leer, omdat het jezelf redzaam maakt. Je kan die techniek bij jezelf toepassen. Dus, wat dien je te doen? Bespreekbaar te maken en voor jezelf opkomen. Dat zijn de twee dingen die je echt, echt kan doen en mag doen. Dankjewel voor het luisteren. Fijn dat je er was. Geef alsjeblieft een duim omhoog als je deze video waardevol vindt. Abonneer jezelf om op de hoogte te blijven van al mijn video's. Druk ook op de bel. Dan krijg je een notificatie in je scherm als ik weer een nieuwe video heb gemaakt. En deel deze video met iedereen waarvan jij denkt, goh, misschien heeft hij of zij hier ook iets aan. Dat zou ik heel fijn vinden. Heb je een vraag? Stel die vraag dan onder deze video bij commentaren en reacties. Dan beloof ik je, ik geef je zo snel mogelijk antwoord. Stel je je vraag liever persoonlijk aan mij, ook dat mag. Neem dan even contact met me op. Hoe neem je contact op? Ook dat vind je onder deze video in de informatie. Tot de volgende keer. Dankjewel. Een fijne dag.